In deze gepantserde wagen zit geld. Zeer veel geld. De ongelofelijke som van 1 miljoen euro. Onder uiterst strenge bewaking rijdt de wagen op dit moment naar de VTM-studio. Vanavond kunnen 300 mensen dat reusachtige bedrag in de wacht slepen. Vanavond is er dan ook maar één zaak aan de orde. Wie is alle tegenstanders te vlug af? Wie wordt de winnaar van Miljoenenjacht? Het is weer zover. De jacht op het grote geld is ingezet. In onze studio krijgt één kandidaat de kans om het 1 miljoen euro te winnen. En zij zijn er natuurlijk ook weer bij. De adembenemende bodyguards met het geld. Eén van deze schoonheden draagt de koffer met het 1 miljoen. Haalt de finalist die koffer eruit, dan is hij binnen voor de rest van zijn leven. Maar maakt hij een verkeerde keuze, dan gaat hij naar buiten met 1 eurocent. Dat wordt weer bijzonder spannend. Gelukkig is hier de man die het hoofd koel houdt, Walter Grootaas. Goedenavond. Goedenavond. Een hele goede avond. Ga er even rustig bij zitten. Hartelijk welkom bij Miljoenenjacht. Onze studio zit weer vol potentiële miljonairs. Want straks kan iemand voor dat gigantische bedrag van 1 miljoen euro spelen. En onderschat niet wat deze mensen ervoor over hebben om die reuzesom te winnen. Ze hebben dag en nacht zitten blokken. Ze zijn door weer en wind naar hier gekomen. En ze moeten 1 uur lang op mijn gezicht kijken. Over schoonheid gesproken, hier zijn 26 schoonheden, mijn waanzinnige knappe bodyguards. En ik kan jullie nog één ding vertellen. Na afloop van deze show gaan mijn bodyguards en ik uit. Zij naar de discotheek, ik naar de film. En ook weer van de partij is de vrouw die het geld in de koffers gestoken heeft. Gerechtsdeurwaarder mevrouw Andries. Zo, iedereen is voorgesteld. We kunnen beginnen. Meisjes, tot straks. Miljoenenjacht is een kleurrijk programma, want naar goede gewoonte hebben we weer een rode tribune vol sympathieke bollebozen. Maar ook onze blauwe tribune mag gezien worden, want daarop zitten niets dan vlotte landgenoten met een IQ. Ze laten me zelfs niet uitspreken. Ik wou zeggen met een IQ van minstens 130. Ik hoop maar één ding, dat die 130 niet het IQ is van de hele tribune. Miljoenenjacht denkt ook aan de mensen die thuis willen meespelen. We hebben een kijkersvraag en daar kan u 10.000 euro mee winnen. Voor vanavond is dit de vraag. Hoe heet de vrouw van president Bush? Heet ze A. Laura, B. Nancy of C. Paola? Kent u haar voornaam? Laat ons dat dan weten. Bel naar 0905-82-075 of stuur een sms naar 3446. Omdat ook domme blondjes moeten kunnen meedoen, is het al voldoende wanneer u A, B of C door sms. Jij kan dus ook meedoen. Eva Pauwels, veel succes. En nu gaan we er in de studio een lap op geven. Wie van de tribunes heeft de meeste parate kennis? Over 4 vragen weten we het. Dit is jullie eerste vraag. Welke kleur heeft het kabotseken van het krinkelende, winkelende waterding in het schrijverke? A. Bruin, B. Wit of C. Zwart? 5 seconden. Het schrijverke is natuurlijk een bekend gedicht van Guido Gezelle, maar welke kleur heeft dat kabotseken? C. Zwart. En hoeveel mensen hebben het goed? We gaan kijken. Rood 49, blauw 44. De rode tribune staat op dit moment aan de leiding. Maar we hebben daar ook nog Steve de Frank in vak C. Jij bent vanavond een van de jongste mensen die meedoen. Ken jij trouwens het gedicht, het schrijverke van Guido Gezelle? Ja.
Ja. Nee, ik zou het niet kunnen opzeggen. Ja, dat, ja, zo kan ik het natuurlijk ook, hè. Stel dat jij vanavond heel veel geld mee naar huis neemt. Om te beginnen 1 miljoen euro. Wat zou je ermee doen? Ja, ik ben student, dus ik kan dat wel gebruiken. Dat zou een schoon begin zijn van mijn carrière, pijzig. Ja, maar ofwel ben je student ofwel begin je aan een carrière, hè? Ja, ik zit in mijn laatste jaar, dus... Ah, en wat, wat wil je dan doen daarna? Met dat geld bedoelen? Ja, welke carrière wil je dan opstarten? Ik studeer financiën en verzekeringswezen, dus ik zou in de verzekeringswereld... Voilà, dat is geregeld. We gaan het miljoen ook laten verzekeren voor alle veiligheid dan. Oké, we gaan verder met de tweede vraag. Wat delen de Gilles van Binche uit aan het publiek tijdens hun optocht op Vette Dinsdag? A. Noten, B. Sinaasappels of C. Peperkoek? 5 seconden. Hoe goed kennen jullie de Gilles van Binche? Want het goede antwoord op deze vraag is het antwoord B. Sinaasappels. Staat rood nog steeds aan de leiding? We gaan het dadelijk weten. Rood heeft nu 122 goede antwoorden samen en blauw 118. Een verschil van 4, dus alles is nog mogelijk. We gaan naar vraag 3. Uit welke komische serie komt de bekende zin Don't mention the war? A. Uit Allo Allo, B. Star Trek of C. Fawlty Towers? 5 seconden. Dat moeten veel mensen correct hebben, denk ik toch. Het antwoord is het antwoord C. Fawlty Towers. En wat gebeurt er nu met de stand? Rood 184, blauw 172. Blauw, je moet alert blijven. Zeker en vast Steven van den Broeke in vak D. Heb jij die vraag juist beantwoord, Steven? Gemist. Gemist. Wat heb jij gestudeerd? Hotelschool. Hotelschool. Ja? En Fawlty Towers speelt zich af in? In hotel, hè. Ja, ja. Maar je kent die zin niet, Don't mention the war. Nee, dat want meestal ben ik aan het werk. Oh, dat is een goeie. Dat is een goeie. Die ga ik onthouden. Over pint gaan drinken. Goed. We gaan naar de laatste vraag. Alles is nog mogelijk, denk eraan. Hier komt vraag 4. Hoeveel plant- en diersoorten worden volgens de rode lijst van de IUCN met uitsterven bedreigd? A. Bijna 155. B. Ongeveer 1550. C. Meer dan 15.500. 5 seconden. Hoeveel plant- en diersoorten worden er bedreigd? Dit is een ernstig onderwerp. Ik ga even checken. Het goede antwoord is meer dan 15.500. Het antwoord C. En zo dadelijk gaan we weten welke tribune er mag doorgaan. Laat maar zien. Rood 208, blauw 200. Het is de rode tribune, proficiat. We weten welke kleur doorgaat. Het is de rode tribune. En hoe zit het nu met onze jonge student, Steve? Gaat dat nog een beetje? Wie zit er eigenlijk naast jou? Jessica. Jessica. En ben je de vriendin van Steve? Ja, ik ben de vriendin, ja. En Steve, waar heb je haar leren kennen? Op de schoolbanken. Had ik toch maar langer naar school geweest. Goed. Ook op de rode tribune is het partytime. Maar dat feestje zal wel eens heel snel kunnen afgelopen zijn, want nu moet er één vak afvallen. En hier komt de eerste vraag al. Wat voerde Napoleon precies 200 jaar geleden in de stad Parijs in? A. Huisnummering. B. Straatverlichting. C. Tippelzones. 5 seconden. Wat voerde Napoleon precies 200 jaar geleden in de stad Parijs in? A. Huisnummering. De huisnummering. Begin februari 1805 paren nummers aan rechterkant, omparen aan de linkerkant. En de nummers beginnen aan de Seine. En dit is de stand na één vraag. Vak A 21, vak B 23, vak C 21. Goed, we gaan verder naar de volgende vraag. En mag ik daarbij uw aandacht voor een klassieker uit de Nederlandstalige muziek?
Dat was overduidelijk de kabouterdans van kabouter Plop. En wat ik nu wil weten is dit. Wat moet je in de kabouterdans doen nadat je met je voeten op de grond gestampt hebt? A. Zitten met een zucht. B. Armen in de lucht. Of C. Stappen als een gans. 5 seconden. Plopper de plopper de plop, laat het antwoord maar zien. Dus het antwoord was B, zwaaien met de armen in de lucht. En hoeveel mensen hebben dit ook geantwoord? Vak A, 44. Vak B, 46. Vak C, 41. Het blijft toch nog dicht bij elkaar. We gaan naar de derde vraag. Welke actrice mag in haar memoires schrijven dat ze meespeelde in Grease 2 en Scarface? A, Meg Ryan. B. Michelle Pfeiffer of C. Diane Keaton. 5 seconden. Wie speelde er in die twee films mee? En het goede antwoord op deze vraag is het antwoord B. Michelle Pfeiffer. Blijven A en B zo dicht bij elkaar? We gaan eens kijken. Vak A 69, vak B 69, vak C 64. Vak C, de moed niet opgeven, het kan nog altijd. Hier komt jullie laatste vraag. Waar ruikt een sniffer graag aan? A. Paddenstoelen. B. Breigaren. C. Fietszadels. 5 seconden. Een sniffer. Ik zie voorhoofden fronsen. En ik ben ook benieuwd wie dit weet. Het goede antwoord is C. Fietszadels. Welke twee vakken hebben het gehaald? We gaan het direct weten. Vak A, 71. B, 76. C, 72. C is over A heen gesprongen met 1 goed antwoord meer. Twee vakken gaan hier compleet uit de bol. En dat is te begrijpen, want ze zijn weer een ronde dichter bij de finale. Voor u thuis is er trouwens nog altijd 10.000 euro weggelegd. Dat is een som waar je ook voor uit de bol gaat. U moet het antwoord op deze vraag doorgeven. Hoe heet de vrouw van president Bush? Als hij haar nodig heeft, roept hij dan A. Laura, B. Nancy of C. Paula. Weet u het antwoord? Bel dan vlug naar 0905-82-075 of stuur een sms naar 3446. Als u denkt dat het antwoord Paula is, moet u gewoon C door sms'en naar 3446. Heel veel succes. Misschien haalt u de 10.000 euro binnen. En wij? Wij spelen de volgende ronde. Nog twee vakken zijn in de running. Vak B en vak C. Heeft vak B het meeste verstand of zit die in vak C? Zitten daar de beste breinen? We weten het binnen enkele minuten. Hier komt vraag 1. Vul aan. Bij de recentste Bob-campagne was de slogan: kies een Bob. A. En het is feest. B. Om op te bouwen. C. En geef maar gas. 5 seconden. Kies een Bob. En wat komt daarna? De affiches hingen tijdens de feestdagen naast onze snelwegen. Het antwoord dat we zochten is het antwoord A. En het is feest. En we gaan eens kijken, in welk vak zitten de meeste juiste antwoorden? Vak B, 25. Vak C, 25. Iedereen heeft het goed. Een voorbeeldig publiek hier vanavond aanwezig. Ze kennen de Bob-campagne. We gaan naar vraag 2. Wat moet je uittrekken als de dokter je abdomen wil onderzoeken? A, je broek. B, je hemd. C, je kousen. 5 seconden. De abdomen. Hoe goed kennen we ons lichaam? Wat moet je uittrekken? B, je hemd. Abdomen, dat is de buik. En wat geeft dit als resultaat? Vak B, 43. C, 48. We gaan snel verder met de volgende vraag. Vraag 3. Wat maakt Urbanus van het vel onder de oksels van madammen met een bontjas? A, een Smyrna-tapijt.
B. Pleistertjes of C. Sterk insecticide. 5 seconden. Er wordt serieus overlegd, maar wie gaat het allemaal goed hebben? Want het juiste antwoord is C. Sterk insecticide. Wat geeft dit als score? Vak B 48, vak C 73. Dat wil zeggen dat er in vak B maar heel weinig mensen het goed hadden. Nu is de vraag, gaan we bij de andere, de laatste vraag, omdraaien? Het kan in theorie, maar ik ben benieuwd. Vraag 4. Waaruit zijn in de Noorse mythologie de trollen ontstaan? A. Uit waterdruppels. B. Uit vlees van een reus. Of C. Uit een bliksem. 5 seconden. De trollen. De Noorse mythologie. Gaat die vraag nog voor een verrassing zorgen? Het goede antwoord is het antwoord B. Uit het vlees van een reus. Wie heeft zich geplaatst voor de volgende ronde? Vak B 59, vak C 81. Gefeliciteerd, vak C. Jullie gaan door. Vak C heeft het gehaald. 25 mensen kunnen hun geluk niet op. En daar komt nog een 26e bij. Iedereen die tot nu toe afgevallen is, kan er in één klap weer bij horen. Je moet gewoon het geluk hebben dat de kansgenerator jou eruit pikt. Jo, kan jij ons zeggen wie het wordt? Of zit je weer op internet naar schaars geklede meisjes te kijken? Nee, Walter. Ik ben vol aandacht. Dan is het zwaar om naar jou te kijken en te luisteren, hoor. Maar de kansgenerator heeft bijna kleur bekend. Het wordt iemand uit de blauwe tribune. En ook het vak zal zo meteen duidelijk zijn. Dat is vak E. En we weten van geen ophouden, want het stoelnummer moet nog bepaald worden. Dat wordt stoel 23. Rudy van den Berg uit Langdorp. Rudy, neem de micro maar even aan. Rudy, ik heb de indruk dat je een beetje de kluts kwijt bent. Nee, toch niet. Valt nog mee. Je hebt 2 mogelijkheden. Je kan zeggen, Walter, ik wil die 26e zijn, ik wil meespelen, ik wil verder gaan, want ik weet dat ik het kan en ik ga met 1 miljoen euro naar huis. Of je zegt, geef mijn portie maar aan Fiki. Ik geef liever een prijs waar ik mee naar huis ga. Als je dat zegt, dan krijg je deze prijs. Kijk maar even mee. Rudy, haal je valiezen maar van onder het stof, want jij vertrekt naar de Dominicaanse Republiek. En daar zal je verwend worden in een fantastische 4-sterrenclub. Dat wordt genieten, Rudy. Rudy, wat denk je? Wat ga je doen? Ik speel verder. Je speelt verder? Fantastisch! Ja. We hebben onze 26e kandidaat. Heel goed, hoor. En dat is dan ook meteen het einde van deel 1. Ik herhaal dat we een spectaculaire kijkersvraag hebben. Het is te zeggen, de kijkersvraag is gewoon, maar het bedrag dat u ermee kan winnen is spectaculair. 10.000 euro. En dit willen we weten. Hoe luidt de voornaam van de vrouw van president Bush? Kent u het antwoord? Grijp dan uw telefoon en bel naar 0905-82075 of stuur een sms naar 3446. U moet enkel maar A, B of C door sms'en. Veel succes. Misschien sleept u de 10.000 euro in de wacht. Ik zie u zo dadelijk terug. Tot zo. U kijkt naar Miljoenenjacht. En de man die de race naar het miljoen in goede banen leidt, is Walter Grootaars. Welkom bij deel 2 van Miljoenenjacht. U heeft ze al zien staan, de 26 overgebleven kandidaten. Vanaf nu spelen ze tegen elkaar. Er mag niet meer samengewerkt worden. Dat klinkt hard, maar er staat dan ook bijzonder veel op het spel. Een finale die 1 miljoen euro kan opleveren. Thuis kan 1 telefoontje u ook veel opleveren. 10.000 euro. En die kan u verdienen door onze kijkersvraag op te lossen. Hoe heet de vrouw van president Bush? A. Laura, B. Nancy of C. Paula? Bel uw antwoord door naar 0905-82075 of stuur een sms met A, B of C naar 3446. We spelen voor 10.000 euro. Misschien zijn ze straks van u. En hier is het nu tijd voor onze eerste vraag. Allemaal veel succes. Welke van de 2 volgende woorden wordt met een accent aigu geschreven? Zo is het. A. Café of B. Carrière? Welke van die 2 woorden met een accent aigu? De
vijf seconden lopen. Het goede antwoord is het antwoord A, café. Wie had dat allemaal goed? We gaan eens kijken. We hebben 16 goede antwoorden en 10 foute antwoorden. 16 mensen krijgen zomaar even 10 punten. We gaan naar de volgende vraag. Met welke bekende Brit zat Rowan Atkinson, die we kennen als Mr. Bean, op school? A. Met premier Tony Blair. Of B. Met zanger Elton John. 5 seconden. Wie zat op dezelfde school als Mr. Bean? Dat was A. Premier Tony Blair. En dan ben ik benieuwd wie het allemaal goed heeft. We gaan eens even kijken. 14 goede antwoorden, 12 foute antwoorden. 14 mensen krijgen er 12 punten bij. En dan gaan we toch eens heel even naar de stand kijken. Dan zien we dat aan de leiding staat desk 8, Dirk. Die staat op de eerste plaats. En op de tweede plaats hebben we desk nummer 4, Nancy. Jij staat tweede. Maar er zijn nog een heel pak mensen met hetzelfde aantal punten. En jullie staan vooraan omdat jullie het snelste hebben afgedrukt. Dus snel afdrukken is ook belangrijk. Bij de volgende vraag hoort een filmfragment. Kijk maar even mee. Waarschijnlijk herkende u dit fragment. Het kwam uit de film The Mask met Jim Carrey. En hopelijk kent u de film goed, want dit is de vraag. Jim Carrey vindt een masker in de film The Mask. Wie stelt dit mysterieuze masker voor? A. Een Indiaanse geest of B. Een Germaanse god? 5 seconden. Een Indiaanse geest of een Germaanse god? Goeie antwoord? B. De Germaanse god. Wie had het allemaal goed? 12 goede antwoorden, 14 foute antwoorden. We gaan naar vraag 4. Welke vleesetende dieren zaten in het bassin van de Bronx Zoo waar een naakte man insprong? A. Kaimannen of B. Haaien? 5 seconden. Je antwoord is het antwoord A, kaimannen. Achteraf zei de man dat hij het deed om ze te strelen. Niet goed bij zijn hoofd waarschijnlijk, maar we gaan eens kijken wie het allemaal goed had. 19 goede antwoorden, 7 foute antwoorden. We hebben 4 vragen gehad, we gaan toch eens naar de tussenstand kijken. Nu hebben we op de eerste plaats desk 6, Robbie. En op de tweede plaats hebben we desk nummer 22, Koen. Robbie, je bent er klaar voor, zie ik, hè? Geen probleem. Allemaal omdat je de antwoorden wist, of? Eén keer moeten gokken. En goed gegokt? Ja. Perfect, hè? Blijven voortgokken, zou ik zeggen dan. Geen probleem. Wij gaan gewoon verder vragen stellen. Vraag 5. Met welke sportieve activiteit ben je bezig als je plots moet klunen? A. Zeilen, B. Skiën, C. Zwemmen of D. Schaatsen. Jullie 5 seconden lopen. Wie kleunt er? Zeilers, skiers, zwemmers of schaatsers? En het goede antwoord is, het zijn de schaatsers die kleunen. Antwoord D. En hoeveel mensen hebben dat ingedrukt? 14 goede, 12 fouten. We gaan naar de volgende vraag. Vraag 6. Welke BV schilderde de hoes van de Clouseau-CD En Dans? Was dat A. Mark Uiterhoeven, B. Marcel van Tilt, C. Mark Ijskens of D. Jan Leijers? 5 seconden. Wie was die grote kunstenaar?
En het goede antwoord is B, Marcel van Tilt. Marcel. Hoeveel mensen wisten dat? 9. En die krijgen er 17 punten bij. En dit zal de stand wel eens helemaal overhoop kunnen halen. We gaan eens kijken. Op de eerste plaats hebben we desk 22, Koen. En op de tweede plaats hebben we desk 7, Patricia. Patricia, je staat al tweede. Nog 2 vragen. De kans is groot dat je eruit krijgt. Wat zou jij doen moest je 1 miljoen euro winnen? Ik dacht 15 jaar geleden dat ik rijk getrouwd was en dat is toen niet. Zo uitgedraaid. Het is gewoon je man buiten gooien. Maar het is eigenlijk wel een hele goeie gebleken. Dus ja, toch? Misschien dat ik hem toch wel zal houden dan. Oké, dan kan je het geld samen opdoen. Is hij meegekomen naar hier? Wat is? Is hij meegekomen naar ja, hier? Ja, hij zit hier ook. Oh, hij heeft het gehoord dus. Ja. Goed. Hier weten we bijna wie een ronde verder gaat. Ik kan begrijpen dat onze 26 kandidaten nu willen doorspelen, maar zij moeten u thuis ook de kans geven om iets te winnen. Daarom toon ik nog een keer onze kijkersvraag. We zijn op zoek naar de voornaam van president Bush, zijn vrouw. U kan 10.000 euro winnen als u de oplossing doorbelt of door sms. U ziet onze nummers nu in beeld. Denk eraan dat je minstens 18 jaar moet zijn om mee te doen. Deelnemen kost 1 euro, maar er kan 10.000 euro gewonnen worden. En misschien bent u wel de winnaar van vandaag. Veel succes. En wij gaan verder met onze vragenronde. We hebben nog 2 vragen. Hier komt de voorlaatste. Naar waar bel je als je het landnummer 45 ingetoetst hebt? Bel je dan A naar Denemarken, B naar Spanje, C Mexico of D Zwitserland? Jullie tijd loopt. 45. Als je dat intoetst, heb je dan Denemarken, Spanje, Mexico of Zwitserland? Het goede antwoord. A, Denemarken. Hoeveel goede antwoorden gaan we nu krijgen? 8 goede antwoorden, 18 foute antwoorden. 8 mensen die er 18 bij krijgen. Gebeurt er iets met de rangschikking? Aan de leiding, desk 22, Koen. En op de tweede plaats hebben we desk nummer 19, Robbie. Jij staat op de tweede plaats. Maar we gaan nog eens kijken, gans van onder desk nummer 3, Rudy. Het lukt je niet vandaag, hè? Nee. Je bent te nerveus, denk ik. Niet echt, maar de vragen liggen bij niet. Ja, ik heb de indruk, ik heb nog geen enkel goed antwoord gegeven. Ze had het net ernaast getikt of te laat getikt misschien ook. Misschien, ja. Ja. Maar alles kan nog, hè? Ja. We gaan naar onze allerlaatste vraag. Vul dit citaat van Catherine Deneuve aan. Italianen denken maar aan 2 dingen. Het andere is A, hun mama, B, mode, C, spaghetti of D, de paus. Wat is het goede? 5 seconden. Het eerste ding dat weten we, maar wat is dat tweede? C, spaghetti. Spaghetti. Ik zie kopjes die nee knikken. Wie gaat er mee naar de volgende ronde? De stand is ondersteboven gegooid met deze laatste vraag. Desk 16, David. Jij gaat als eerste, jij staat aan de leiding. En op de tweede plaats, desk 22, Koen. Jullie gaan door. David en Koen, proficiat. Mogen we jullie een beetje beter leren kennen? David, begin jij. Ik ben David Rosemond. Ik ben te woonachtig in Vilvoorde Koningsloo. Ik heb 2 zonen. 1 van 2 jaar en 1 van 4 maanden. En ik ben te werk gesteld in de gemeente Assen als gemeentearbeider. Dan weten we al heel veel. Koen? Ik ben Koen. Ik ben politieagent in Knokke-Heist. Ik ben 38 jaar oud en ik heb een zoontje van 7 jaar. Mijn hobby's zijn basketbal en gevechtssporten. Gevechtsporten? Welke gevechtsporten? Karate, full contact karate en jiu-jitsu.
Dat is niet slecht. Dat is niet slecht. Ik ga een beetje opzij staan. Oké, okay, miljoenenjacht zijn een aantal zekerheden. Of hebben we een aantal zekerheden. Zo hebben we in deze ronde een grote gouden koffer. Die zien we daar. En we hebben ook een grote finale waar 1 miljoen euro kan gewonnen worden. Maar in miljoenenjacht zijn er ook een paar onzekerheden. We weten bijvoorbeeld niet wie vandaag onze finalist wordt. Het zal één van jullie twee zijn. Maar wie het wordt, hebben jullie zelf in de hand. Zometeen wordt de lamp groen. Dat is de kans om vrijwillig uit het spel te stappen. Als je dat doet, krijg je de mysterieuze prijs uit onze grote gouden koffer. Maar je hoeft natuurlijk niet af te drukken. Want in onze grote finale kan er veel meer verdiend worden. En een venijnige rekenopgave zal dan uitmaken wie er doorgaat. Is dat duidelijk? Ja. Voor allebei? Dan is het nu wachten tot de lamp groen wordt. Gaat er iets gebeuren? Op het laatste moment. Koen, jij gaat naar de grote finale. Ik dacht van, ze wachten allebei. Hij gaat ervoor, hij wil de rekensom doen. Maar ineens klopt je. Waarom? Nee, ik doe daar niet mee aan de rekensom. Ik kan toch niet goed rekenen. Dus. Je kan niet goed rekenen, dat weet je van jezelf. Niet snel genoeg daarin. Daarmee heb ik afgedrukt. Kun jij goed rekenen, Koen? Ja, redelijk wel. Als je veel processen moet uitschrijven, die optelsom en zo. Weet je wat? Kijk eens wat je mee naar huis neemt. David, volgens mij heb je toch een bijzonder goed berekende keuze gemaakt. Want jij neemt deze schitterende LCD-TV van Philips mee naar huis. Dit toestel werd dankzij zijn optimale beeldkwaliteit uitgeroepen tot beste LCD-TV van Europa. En je krijgt nog meer. De nummer 1 in elektro schenkt je ook nog eens dit home cinema systeem met DVD-recorder, CD en MP3-speler. Jij gaat de volgende jaren nog uren kijk- en luisterplezier beleven, David. Dat valt pas. Ben je er tevreden mee, David? Zeker, Walter. Ik ben er zeker tevreden mee. Komt juist van pas. Ik had juist die nodig. Wel, nee, moet dat niet zijn. Tof dat je hebt meegedaan in elk geval. Dank u. En veel plezier ermee. Dank u. Koen, jij mag zo dadelijk een koffertje kiezen, maar eerst gaan we natuurlijk nog iemand zoeken, want we hebben een 26e kandidaat nodig. En dat doen we met onze kansgenerator. Jo, hou ons niet langer in spanning. Ja, ik kan het je zo meteen vertellen wie het wordt, Walter, maar eerst moet de kansgenerator zijn werk doen. Maar het wordt al wel iemand uit de rode tribune. En het vak dat zo meteen blij mag juichen is vak A. In spanning wachten we nu nog op de keuze van het stoelnummer en het wordt stoel 4. Jij mag komen meespelen, Lena Kaas uit Haagt. Lena, kom er maar rustig bij. Jij mag nog een koffer mee openmaken. En aan jou, proficiat maar eens een keer. Aan jou natuurlijk de kans nu om de goede koffer eruit te kiezen. Ben je klaar, Koen? Ja, ik ben klaar. We gaan je koffer halen, kom maar mee. Meisjes, kom maar. Uit de handen van Anne krijg jij jouw koffer 22. Is dit de goede koffer? Nee. Nee. Je hebt een ander getal in je hoofd. Ja. Welk getal? 12. 12. Waarom koffer 12? Ik was met mijn broer een tas spreken welke koffer we zouden kiezen. En we dachten allebei aan 12. Zomaar? Dus, ja, zomaar. Dus 12 gaat het worden. En jouw broer is meegekomen, die gaat jou ondersteunen. Die gaat mij ondersteunen. Hoe heet hij? Mark. Mark. Wel, ik hoop dat Mark en dat jij samen de goede keuze gemaakt hebben. Ja, ik hoop het ook. Koffer 12 wordt het? Ja. Goed, Tanja, breng koffer 12. Ik ga deze even aan jou aan. Voilà, meenemen. Voel maar eens goed. Het miljoen zit erin volgens jou? Ja. Dan gaan wij koffers openmaken. Kom maar mee. Voor jou is het nu zover. Koffer 12, die heb je. Yep. Zet die daar maar neer. We kunnen alleen maar hopen dat daar inderdaad 1 miljoen euro in zit. Je hebt je broer meegebracht. Ja. Dat is een oudere, jongere broer? Een oudere broer, mijn oudste broer. Dat is je oudste broer? Ja. De raadgever? Ja, inderdaad. Is Mark iemand waar je
regelmatig dan eens een keer ja, op bezoek gaat? Dat is steun en toeverlaat. Steun en toeverlaat. Dat wil dat dan zeggen dat hij elke dag bij jou over de vloer komt? Niet elke dag, maar als hij komt, is het plezant. Voilà, oké. Okay. Ja. Altijd feest dan bij jullie. Ja. In ieder geval, ja. Jullie gaan natuurlijk elkaar proberen te helpen. Is hij iemand die gokt, die durft doorgaan? Hij is iemand van berekende risico's. Ah ja. Hij zal niet blindelings gaan gokken, zeker niet. Maar hij blijft altijd clever in... Is dat een familietrek? Ik hoop het toch. Ja. Ben jij een gokker misschien? Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. Dus jullie gaan elkaar in evenwicht houden. Hebben jullie iets afgesproken van als je in de finale zou komen, gaan we het op die manier aanpakken? We hebben een gedachte in ons hoofd, ja. Welk gedacht? Ik ga beginnen met de priemgetallen eruit te halen. Ah, een systeempje. Een systeempje. Ja, kan. Maar nu, genoeg gepraat, we gaan eraan beginnen. Eerst moet je 6 koffers openmaken. Heel belangrijk is om in het begin zo lang mogelijk die koffers met die lage bedragen eruit te halen. Dan moet de bank natuurlijk gaan beginnen bieden en kan jij beginnen nadenken of je dat aanvaardt, ja of nee. Ja? Ja. Ben je er klaar voor? Ja hoor. We gaan de eerste koffer openmaken. Koffer 1. Koffer 1. 1000 euro? 1000 euro, Sylvia. Doe maar open. Als dat is, heb jij 2600 euro. Een halve euro. Goede stap, goede koffer. Jullie systeem werkt al voor te beginnen, toch? Ja. Tweede koffer. Koffer 2. Koffer 2. 300 euro. 300 euro. Als dat zo is, Linda, dan heb je 100 euro. Ik wou zeggen, dat je 2500. Maar een goede koffer weer. De derde koffer. Koffer 3. Koffer 3. 100.000 euro. 100.000. Ja. Goed, doe maar over. Dat heeft Koen liever niet, denk ik. 1 euro. Mark, je begint al een beetje te glunderen. Het systeem werkt tot nu toe. 3 hebben we van de 6. En het is goed. De vierde? Koffer 5. Koffer 5. Ik denk 400 euro. 400 euro. Yvonne, als dat zo is, heb je 2300. 100.000, 100.000. Maar... Koen, het systeem begint te haperen, maar 100.000 is geen man overboord. Ja. Nee, goed. De volgende. Koffer 7. Koffer 7. Ik denk 20.000 euro. 20.000 euro. 10.000, 10.000. We hebben er al 5. Nog 1. Koffer 11. Koffer nummer 11. Ik denk 5.000. Je denkt 5.000, dat zou niet erg zijn. Dat zou zelfs mogen. Antonie, 1 eurocent. Oh, veel beter, veel beter. Koen, Mark, dit is een hele goede ronde hoor. Die 100.000, maar ja, er staan nog een heel pak bedragen, hoge bedragen boven. 2, 3, 500 en 1 miljoen. De rest zijn allemaal lage bedragen. Dit noem ik een hele goede start. Ik ben nu eens benieuwd wat de bank hierop te bieden heeft. 8.000 euro. Dat is een mooi bedrag om te beginnen, maar wat doe je? Geen deal? Geen deal. Geen deal. Je hebt jezelf heel duidelijk gemaakt. We gaan nu 5 koffers open doen. Wat wordt de eerste van die 5? Koffer 13. Koffer 13. 5.000 euro. 5.000 euro. Diego, als dat zo is, heb jij 2.000. 20.000. 20.000. Mark knikt zo van, boah, dat is nog niet zo erg. De volgende. Koffer 17. Koffer nummer 17. 500 euro. 500 euro. Dat zou heel mooi zijn, Erwin. 20 eurocent. Voor Koen is dit nog veel beter. De volgende, Koen. Koffer 19. Nummer 19. 5.000 euro. 5.000. Ja. Robby, doe maar open. 500.000. Dat is erger. Dat is erger. Maar aan de andere kant, het miljoen zit er nog in. 300.000, 200.000, 50, 25. En je moet nog 2 koffers openmaken. Nu toch terug wat lager. Koffer 23. Koffer nummer 23. Ik denk 1000 euro. Je denkt 1000 euro. Sandy, dat hoop ik ook, want dan heb jij wel 1700. 1 miljoen. 1 miljoen.
dit is erger, Koen. Ja. En het miljoen en de 500.000 eruit. Dat is een hele dure ronde, hè. Die kost je veel geld. Maar we zijn er nog niet. Nog een koffer. Mijn eigen koffer van te straks, 22. Koffer 22. Ik denk 400 euro. Je denkt 400 euro. Als dat zo is, heb je 1600 euro. Annie, goed, goed, goed. Je hebt ze heel goed gegokt. 1600 euro neem jij mee naar huis. Nu. We gaan wachten op een bod van de bank. Ik ben benieuwd. We hadden 8000 euro daarnet. En wat gaat het nu worden? Er zijn twee hoge bedragen uit, hè? 6000 natuurlijk. Het was aan het denken dat ze er iets gingen aandoen. No deal. Nee, zeg je? Nee. Geen deal? Nee. Geen deal. We hebben geen deal. Heel duidelijk. Dat wil dus zeggen dat Koen zo dadelijk 4 koffers moet openmaken. En ik richt me nog eens even tot de mensen thuis. U kan nog enkele minuten meespelen met onze kijkersvraag. U ziet ze nu in beeld. Als u de voornaam van Bush een vrouw kent, kan u dat misschien 10.000 euro opleveren. Bellen doet u naar het nummer 0900-582-075. SMS'en doet u naar 3446. Wil u eerst het spelreglement nalezen? Dat kan. Het staat op www.vtm.be of op VTM-tekstpagina 580. Maar vergeet niet dat u maar enkele minuten meer heeft om mee te spelen voor die 10.000 euro. Tot zo dadelijk. Dit is het laatste deel van Miljoenenjacht. Wij zijn bezig aan de spannende grote finale. Hier is uw gastheer, Walter Grootaars. En Koen moet zo meteen 4 koffers gaan openmaken. En het is zijn opdracht om dan vooral lage bedragen te kiezen. Thuis heeft u ook een opdracht. Als u 10.000 euro wil winnen, moet u onze kijkersvraag oplossen. En dan vliegensvlug bellen of sms'en. U heeft nog 5 minuten. Dan sluiten we de lijnen af. Wees dus snel. Er staat 10.000 euro op het spel. We willen weten hoe de vrouw van president Bush heet. Weet u het? Bel dan of stuur een sms. Veel geluk. Misschien ziet u straks uw eigen naam op het scherm verschijnen. Koen, nu richt ik me helemaal tot jou. 2 keren een ronde koffers opengemaakt. De eerste ronde met die tactiek ging dat heel goed. De tweede ronde, ja, een pakje slechter. Iets minder. Moet je niet met Mark even overleggen of je niet een andere, ja, tactiek zou toepassen of ga je toch, ja, vasthouden? De primetallen zijn er toch uit. Dus, ja. Heb je een reservetactiek? Niet echt. Niet echt. Maar we gaan dat even afspreken, denk ik. Ja? Wat wil je afspreken? Ja, een voorstel. Pak de geboortedatum of zo van de kinderen. Ja, maar dat moeten jullie natuurlijk weten. Weten, hè? Ja. 4 koffers moet je nu openmaken. 21 en 23. Koen. 21? 21 en 23. 23 is eruit, hè? 21 dan. 21. Koffer 21? Ja. Ja? Welk bedrag zit er in koffer 21, volgens jou? 15.000 euro. 15.000? Ronald, dat zou mogen. Dat zou mogen. 5 euro! Goeie zet, Mark. Om te beginnen toch al een goede zet. De tweede koffer. Van mijn jongste zus, 26. 26. Voor 500 euro. 50.000 euro. 50.000. Dat is geen goede zet. Ik had het geweten nu, van mijn jongste zus. Ja, de jongste zus. Dat is een deugniet in de familie waarschijnlijk. Ja. De volgende koffer. Jouw voorlaatste van deze ronde. 16. Mark zei iets anders. 16. 16 zegt Mark. 16. 16? Mevrouw, Lena, wat zit er in jouw koffer? Welk bedrag? Ik denk 5000 euro. Je denkt 5000 euro, dat zou nog mogen. Koen, doe maar open. Als er 5000 in zit, win jij 1300. Maar wat zit er in? 500, ik wou zeggen 5000. Dat is 500. Dat is een goede koffer. Dat is een hele goede. Nog 1. Mark. Zijn er nog genoeg kinderen? 9. 9, zeg jij. 9. 9? 9, ja. 9?
Vanessa, welk bedrag zit erin? Ik denk 3000 euro. 3000 euro, dat zou perfect zijn. Geen 300.000. Oh. Nog beter. Nog beter. Koen, ik denk, en Mark natuurlijk ook, dat jullie een hele goede ronde gespeeld hebben nu. Ja. De 300 en de 200.000 zijn er nog blijven inzitten. En dat is sterk, want nu moet de bank toch wel iets laten zien. Met die 6000 zijn we echt niet meer tevreden, denk ik. Hmm. Want je bent tegen de bank aan het spelen, hè? Denk eraan. Hè? Wat wordt het? 16.000. 16.000, meer dan het dubbele. Meer dan het dubbele. Als je verder gaat, moet je nu 3 koffers openmaken. Je moet er 3 openmaken, maar hier kan ook nog een 300.000. Geen deal. Geen deal? Geen deal. Wij hebben geen deal. Koen, 3 koffers. Welke wordt de eerstvolgende? 4. Koffer 4, Mark. Kijk maar voor alle veiligheid. 4. Ja, koffer 4. Ik denk 50 euro. 50 euro. Fantastisch, Nancy, als dat zo is, dan heb jij 1100 euro. Yes. 50 euro. Heel goed gedaan. Nancy neemt zomaar even 1100 euro mee naar huis. Niet slecht, hè? Nee, zeker niet slecht. De volgende koffer. En voor jou trouwens was het ook nog eens een goede koffer. De tweede. 8. Koffer nummer 8. Dirk? 5000. 5000? Zou mogen. Zou mogen, Dirk. Ook voor jou trouwens. 15.000. Nog geen ramp. Nog geen ramp. 1 koffer nog, de laatste van deze ronde. Haal er een laag bedrag uit. Mark. Mark twijfelt ook nu. Je begint ook... Het maakt niet meer uit, denk ik. 18. 18, zegt Mark. 18. 18. De jonge broer luistert naar de oudere broer. Koffer nummer 18. Chris, wat zit er in jouw koffer? Welk bedrag? Ik denk 5000. Je denkt 5000. Dat mag. Dat mag. Laat het laag zijn. 20 euro. Mark en Koen, heel goed. Hele sterke ronde. De 300.000, de 200.000 zitten er nog in. Zelfs die 25.000 zitten er nog altijd in. 16.000 was het bod dat we daar net van de bank gekregen hebben. Wat wordt het nu? Het moet weer meer zijn. Want je hebt goede koffers opengemaakt. 30.000 euro. 30.000 euro. Meer dan 1 miljoen oude Belgische franken. En de communicatie tussen de twee broers is bezig. En zoals dat gaat met broers, ze hebben niet veel woorden nodig, blijkbaar. Dat is typisch voor broers die het heel goed met elkaar kunnen vinden. Denk goed na. Denk heel goed na. Je moet 2 koffers openmaken. 30.000 is sowieso meer dan 6 bedragen dat erop staan. Ja, maar... Je moet 2 koffers open doen. En je mag 1, 2, 3, 4, 5, 6... koffers openmaken, dan maak je geen fout. Alleen die 3 en die 200.000 niet. Ga je voor de 30.000 euro. En als hier nu 300.000 in zit? Pech. Pech. En als je nu 2 koffers openmaakt, 1 van 10 en 1 van 200 euro, dan weet je dat de bank serieus moet doorgaan. Maar je zegt... Deal. Het nuchtere verstand deal. Gaat voor, ja? Ja. En wordt niet meer gegokt. Mark is heel beslist, hè? Ja. En jij ook. Ja. Hebben we een deal? We hebben een deal. We hebben een deal. 30.000 euro, die zijn voor jou. Proficiat. Kom, proficiat. Fantastisch, 30.000 euro. Maar we moeten natuurlijk de andere kandidaten nog een kans geven om ook nog geld mee naar huis te nemen. En ik ben natuurlijk ook benieuwd hoe je zou verder gespeeld hebben. Je zou nu normaal gezien 2 koffers. 2 koffers moeten openmaken hebben. Welke koffer zou je als eerste genomen hebben? 15. 15. Jurgen. 3.000. 3.000 euro. Laat maar zien. 800 euro valt er te verdienen. 300 euro.
De volgende koffer, de tweede koffer. Koffer 6. Koffer nummer 6. 5000 euro. Laat maar zien. Er is nog 700 euro te verdienen. 3000 euro. 3000. Je had weer een mooie ronde gespeeld, hè? Ja. Mag ik toch eens van de bank weten wat ze nu zou geboden hebben? 60.000 euro. Dat is logisch natuurlijk. Die 300 en die 200 staan er nog in. De volgende ronde zou je één koffer moeten openmaken hebben. Welke zou dat geweest zijn? 10. Koffer 10. Kathleen? Ik hoop 25.000. Je hoopt 25.000. Dan heb jij er 600. 200. Beste bank, we hadden daar net 60.000 euro. Welk bedrag zou u nu aan Koen aangeboden hebben? 85.000 euro. De volgende stap zou weer één koffer zijn. 14. Koffer nummer 14. Anne? Ik denk 200.000. Je denkt 200.000. Eigenlijk voor Koen nu hoop ik het ook wel een beetje. 200.000! 500 euro, Anne, neem je mee naar huis. En wat zou dan de bank nu weer geboden hebben met die 200.000 eraf? Dus op die 300.000 blijft nog staan. Dat is nog een zeer hoog bedrag. Dat zou heel straf zijn, moest hij daar ook nog in zitten. Bank, laat eens zien. Gewoon om het te weten. 70.000, ja. Goed, nu gaan we gewoon openmaken om de mensen de kans te geven om toch ook nog geld mee naar huis te nemen. We hebben nog 4 koffers. Welke is de volgende? 24. Koffer 24. Ik hoop 25.000. Je hoopt 25.000. Mark, 25.000. 400 euro neem jij mee naar huis, Mark. Heel goed. Ik hoop nu van harte dat die 300.000 niet hierin zit. De volgende koffer. Koffer 20. Koffer 20. Ik denk 300.000. Jij denkt dat jij de 300.000 al heel de tijd in je handen hebt. Gunther, 5.000. 5.000. We hebben daar nog koffer 25 staan. Je moet ze niet openmaken, maar vertel eens wat er volgens jou in zit. Ik denk 10 euro. Je denkt 10 euro. Dus met andere woorden, zeg jij, Koen, je hebt hier 300.000 laten staan. Ja? Koen, neem ze er maar af en doe maar open. Dat zou pas een drama zijn. Oh. Hij heeft 10 euro. En laat koffer 25 maar even zien wat daarin zit. Inderdaad, de 300.000 zit daarin. Koen, ik ga het koffertje dicht doen. Ik ga het gewoon terug op zijn plaats zetten. Proficiat, jij hebt een gouden zaak gedaan. Fantastisch, heel goed gedaan. Jouw cheque komt eraan. Mark, kom jij er ook maar bij staan? En natuurlijk champagne hebben we ook nog in de studio. De cheque met 30.000 euro, die is voor jou. Mark, heel goed meegespeeld. Ik ga de champagne even aannemen. Voilà. Dankjewel. En de oudere broer uiteraard. En dan gaan we klinken. Jongens, proficiat, veel plezier ermee. In de studio weten we al wie de winnaar is en hoeveel geld hij mee naar huis neemt. Maar we hebben nog een tweede winnaar. Dit had u moeten antwoorden op onze kijkersvraag. En nu we de oplossing weten, maken we nu bekend naar wie die 10.000 euro gaat. Dit is de naam van de winnaar. Gefeliciteerd. En hiermee zitten we helemaal aan het einde van deze aflevering. Bedankt dat u gekeken hebt naar ons. Tot de volgende keer. Dag, tot ziens.